Mijn rol is projectmanager. Dat bestaat erin om mijn team te begeleiden, te helpen, om die samen tot een goed resultaat te brengen. Het is een van de grootste projecten die momenteel bezig zijn in Wallonië. Het is zeker een eer, maar ik denk dat dat voor mijn team ook een eer is om daar mogen aan te werken. Dat is eigenlijk een stukje uw kind. Voor die dingen, voor die poorten. En als je de verantwoordelijkheid krijgt van onze grote baas, van Jeff Corruyt, om zijn 75 miljoen op de best mogelijke manier te gaan besteden, is dat inderdaad nogal iets wat je in het begin, ik ga niet zeggen weinigachtig tegenover staat, maar toch zo een beetje bang van bent van ga ik er goed in slaan, gaat het tot een goed einde komen. We zijn boven over dat platform bezig. Ja. Als jong manneke had ik een schoenendoos waar ik mijn geld in bewaarde. En de grote schrik die ik in der tijd had, die was dat mijn schoenendoos ooit ging leegraken. En eigenlijk heb ik dat project ook op een stukje opgepakt als de schoenendoos die Jeff mij gegeven heeft. Hij moet zien dat ik met die 75 miljoen toekom voor heel zijn project te realiseren. Ik herhaal dat nu soms ook op vergadering, maar jongens, er zit nog zoveel in de schoenendoos. Let een beetje op dat iedereen zijn kosten goed monitort, goed nakijkt, want die schoenendoos is veel sneller leeg dan dat je zelf zou denken. Bij mij moet het vooruit gaan. Ik ben ook iemand die heel gedreven is. Soms zegt mijn team dat ook van ja, een beetje rustig. Ga eens een beetje op de rem staan omdat ik iemand ben. Ik wil altijd maar vooruit. Op straat. Je wist dat ze met kleurcodes werken, maar dat je krijgt een team toegewezen. Niet iedereen heeft dezelfde capaciteit, we zijn tenslotte mensen. En het doet uiteraard plezier als je ziet dat iemand die begint en die heel onzeker is in zijn job en die eigenlijk een beetje schrik heeft, als je ziet dat hij vandaag openbloeit, dat hij zelfzeker binnenkomt, dat hij zelfzeker is in zijn daden die hij stelt, ja, dan doet dat zeker plezier, ja. Ik weet niet hoe dat we dat best kunnen doen. Ah, op Oligny. En dan achteraf over ze. Ik moest overlaatst met mijn vrouw hier in een magazijn zijn, hier niet zo ver af. En ik betrapte mij erop dat ik toch een omwegje gemaakt heb. Alhoewel dat mijn vrouw dat niet wist, heb ik een omwegje gemaakt langs het project om eens laten te zien. Ja, tenslotte, het is iets waar je mocht fier op zijn. Je hebt heel dat project zien naar boven komen, je hebt heel de tijd begeleid. En als je ziet dat zoiets tot leven komt, dus dat natuurlijk altijd plezant en meepakt, want in het begin zie je dat enkel maar op papier. Dan zie je zo'n volk plannetje. En dan zie je een keer die gebouwtjes. Dat is eigenlijk als een 3D-printer. Moet je zo aan voorstellen dat alles uit de grond ziet komen. Eigenlijk is dat iets waar je mocht fier op zijn, ja. Smile. Je hebt er eigenlijk je hart en je ziel in gestoken. En dat is normaal. Alleen voor mij is dat toch normaal dat je dat mee bezig blijft. Dat is eenmaal zo. Dat blijft in je zitten. Dat is toch een goeie. Ja, dat is een goeie.